Ik ben Rijn Rijken. Ik ben professioneel fotograaf. En ik heb me gespecialiseerd in outdoorfotografie, avontuurlijke fotografie. Ik fotografeer veel extreme sporten. En ik reis eigenlijk de wereld rond op zoek naar de mooiste foto's. Ja, ik ben fotograaf geworden omdat ik hou zelf heel erg van avontuur. En dat zie je terug in mijn fotografie. Ik klim bergen, ik lig in de golven. Ik vind het vooral heel erg tof om samen met een atleet op zoek te gaan naar uniek beeld. En eigenlijk hoe rauwer, hoe beter. Als ik in de bergen loop en er is niemand om me heen, dan daar kan ik ontzettend van genieten. En ik denk alleen maar in beelden zoals de meeste fotografen doen. Ja, ik bereid me voor op verschillende manieren. Als ik in de Alpen ben, ik heb echt verschillende alpine cursussen gedaan. Dat betekent dat ik op een veilige manier bijvoorbeeld over de gletsjer kan. Ja, en ik kijk ook op Instagram hoe ziet een gebied eruit. Ik doe daar inspiratie op. Dus het is wel heel erg divers. Ik kijk naar de condities qua wind. Dus het is veel meer dan alleen het plaatje maken. Maar het is ook om de locatie spotten. Zodat ik, als ik eenmaal op locatie ben en ik wil fotograferen, dan moet ik er niet achter komen dat iets niet klopt. Ik fotografeer met name met mijn D5. Dat is echt een beest van de camera. En dat komt omdat ik op plekken kom waar geen Nikon Service Center is of wat dan ook. Dus ik moet ervan uitgaan dat hij het altijd doet. En mijn camera schraapt regelmatig langs een rots. Als ik in het water lig, dan moet ik niet moeilijk doen over mijn batterij die ermee stopt of wat dan ook. Maar in de bergen moet ik ook rekening houden met het gewicht. En mijn backup camera is een D750. Die is een stuk lichter, een handzamer. En als ik echt moeilijke klimmen maak of beklimmingen doe, dan is het wel fijn dat ik niet te veel kilo's mee sjouw. Met kitesurffotografie, als ik aan de kant sta, dan gebruik ik echt een telelens. Een 200 of een 70-200 lens is dat, 2.8. Een groothoek doet het heel goed als ik in het water lig. Tips voor mensen die net beginnen met, noem het even, avontuurlijke fotografie. Je ziet mij vaak laag op de grond liggen. Dat geeft gewoon een tof perspectief. En leer van je eigen foto's, dat is het mooie van de digitale fotografie. Je kan meteen zien wat je maakt. Ik zou zeggen, gebruik die tips om wat beter te gaan fotograferen. En anders neem een workshop of ga bij een professional een keertje kijken van hoe maakt hij of zij de foto's. Dat doe ik ook nog steeds.